voorbereiden op noodweer. Taxiproef tijdens Vierdaagse. Geen muur te hoog voor kunst. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Na lekker tropisch weer, waarbij 35 graden dinsdagmiddag nog heel normaal was, gaat noodweer dinsdagavond in Gelderland een einde maken aan de zomerhitte. Kanaal 13 haalde even wat hagelstenen op bij de ijsfabriek in Huissen. Om vervolgens op pad te gaan naar Droompark Hoge Veluwe. Want hoe gaan de campinggasten zich voorbereiden op de komende onweer en hagelbuien? Paniek! Hagelballen, dat zo groot als goed gevulde mandarijntjes. We hebben per koerier een paar hagelstenen laten overkomen uit het westen. Oh, dat vind ik niet zo goed. Ik zal ze even laten zien. Oh, dat meen je niet. Dus kunnen we ijs ook hier mee spelen, hè? Nou, dat komt vanmiddag deze kant op, hè, vanavond. Ja, dus dan hebben die paar dekentjes geen nut. Ik denk dat we dan totaal schade krijgen. Dat neem ik aan. Wat zijn uw voorbereidingen voor de hagel? Daar hebben we extra spanbanden aangelegd en ik probeer mijn auto nog. Ik zeg, als het nodig is, doe ik nog een dekbed overleggen. En ik denk, ja, koud kunnen we nooit krijgen in de kermen met die temperaturen. Maar het is gewoon het beste wat we hebben om te beschermen. Dit zijn de hagelstenen vanuit het westen. Die hebben we over laten komen per koerier. Een hele tas vol. Kunt u mij ijshockeyen? Een ijshockeypuk, hè? Wat gaan jullie doen vandaag? Hier blijven, rustig. En passen op de caravan en de lui vol. Is het echt waar? Zo groot? Ja, ze zijn flink, hè? Wat gaat u doen ter voorbereiding, zeg maar? Nou ja, alles een beetje vastzetten, maar verder zal ik het niet weten. Maar, hoe laat komt die? Die zeggen dat is moeilijk. Maar we wachten wel rustig af. En nou, ik zo meteen kijk weer en dan is even af. Windstoten van 100 km per uur. Dus, het lijkt wel Amerika, hè? Nee, maar dat moet al in de caravan toch goed zijn. Ja, waar moeten we anders heen? Je kunt naar het restaurant gaan, dat is veilig, hè? Ja, want een eigen huis hebben we niet eens op dit moment. Dit wordt gerenoveerd, daarom moesten we weg. Dus je zit hier eigenlijk min of meer te wonen nu ook? Ja. Ja, ja, wekenlang. Je mag hem houden hoor, die ijspuk. Oké. Hey. Lekker cool. Lekker cool. Dat bedoel ik. Hey, dankjewel. Tijdens de onweersbuien kan het komen tot enkele honderden ontladingen per minuut. Er zijn winduitschieters mogelijk tot 100 km per uur. En er is dus grote kans op hagel. De NS heeft de dienstregeling van maandagmiddag aangepast en vraagt reizigers teletext goed in de gaten te houden. De ANWB waarschuwt al snel voor een mogelijke zware avondspits. In Zeeland hebben sommige fruittelers vanmorgen vroeg hagelkanonnen ingezet. En die moeten dan het fruit beschermen tegen hagelstenen. Hoe doet de Gelderse fruitteler dit eigenlijk? We hebben hier alvast wat hagelstenen die lijken een beetje op de stenen die wij 3 jaar geleden hebben hier. Toen zijn wij hier 23 juni overvallen door een gigantische hagelbui. En die hagelbui die had achteraf verstrekkende gevolgen. Zoals de aanplanten, die hadden zoveel schade opgelopen dat wij eigenlijk na 3 jaar besloten hebben om toch die aanplanten maar te vervangen. Nou, we hadden de daken van onze opslaghallen, die waren voor 80% allemaal kapot. En verder hadden wij dat groeiseizoen, dat was gewoon de hele oogst ook gewoon helemaal vernietigd. Doordat wij het nog allemaal vers in ons geheugen hebben, nemen we wel de nodige voorbereidingen. We hebben nu te maken met hagel en windstoten. Ja. Dat zijn twee aparte dingen. Die hagel kunnen wij niet zoveel aan doen. En, hagelkanonnen, hè? Kanonnen zijn er. Fruitteelers hebben tegenwoordig kiezen voor hagelnetten. Nou, er is nog een onderlinge hagelverzekering waar we de risico een beetje bij een ander neer kunnen leggen. Maar voor de wind, dat is eigenlijk wel hartstikke belangrijk. Daar hebben we in ieder geval de nodige voorzieningen getroffen. Wat we doen is in de jonge aanplanten die dit jaar geplant zijn, dus de bomen allemaal de takken goed vastzetten aan de boom. Dus zodat ze niet de koppen eruit waaien. Nou, en verder ik was net bezig om de dakgoten waar veel regen doorheen komt, dat die even schoon zijn, zodat we geen overlast binnen hebben. Ja. Nou, en verder hebben wij de wind. Ieder jaar word ik toch een beetje overvallen door de fust die buiten staat, dat die omwaait. Dus die gaan we dus nu zo zetten dat er de wind zo min mogelijk vat op heeft. Windstoten, regen. Ach, misschien valt het allemaal wel mee. Uw reporter koelt in elk geval even af met de meegebrachte hagelstenen op deze camping. Lang leven de zomer. Het Gelderse orkest kan haar geluk niet op. Leek het doek eerst nog te vallen voor het regioorkest van Gelderland door bezuinigingsplannen van minister Zijlstra. Nu krijgt het Gelders orkest alsnog haar subsidie, maar daarbovenop nog een 500.000 meer dan verwacht. Niet alleen het weer in Nederland blijkt veranderlijk,
Ook de moties in de Tweede Kamer worden onverwachts gesteund. Toch wil het kabinet met ingang van 2013 nog ruim 200 miljoen euro bezuinigen op cultuur. De provincie Gelderland betreurt als eigenaar van de pleinroute de verkeerschaos die zaterdag in Arnhem is ontstaan. Alles liep vast in het centrum en rondom de binnenstad. Het verkeersinfarct werd geweten aan de werkzaamheden aan de pleibruggen. Volgens de provincie een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ook de drukte bij IKEA Duiven, het slechte weer en een aantal verkeersongelukken droegen bij aan de ellende. Het eerstvolgende weekend verkeersleed zal op 9, 10 en maandag 11 juli zijn. De koopavond in Nijmegen, elke donderdag, lokt steeds minder consumenten naar de binnenstad. Een neergaande trend die al jarenlang doorzet, blijkt nu uit straattellingen van de gemeente Nijmegen opnieuw. De terugloop begint op donderdag zelfs al in de middaguren. Wethouder Jene durft nog geen keiharde conclusies te trekken uit de cijfers. Hij denkt dat de koopzondagen steeds belangrijker worden voor de stad. En ADO Den Haag erkent dat de onderhandelingen rondom Van der Brom met Vitesse vastzitten, maar de deur staat nog op een kiertje. De afkoopsom is een struikelblok. Vitesse praat over tonnen, ADO over een miljoen. John van der Brom stond maandag niet voor de groep van ADO Den Haag tijdens de training. Hij krijgt een paar dagen rust van zijn werkgever. Taxis die zijn aangesloten bij de vereniging Kwaliteitstaxi Nijmegen, de VKTN, krijgen tijdens de Vierdaagse Week een eigen standplaats aan de Bisschop Hamerstraat in het centrum. Gemeente Nijmegen geeft met deze proef gehoor aan de wensen van de taxibranche. Zij wil met de vereniging en een keurmerk de kwaliteit van het taxivervoer waarborgen. Tijdens de Vierdaagse, wij hebben jaren aangedrongen om daar iets aan te doen. Nu heeft wethouder Beerte, die heeft dus gezegd, nou dan gaan we het eens proberen. En dan gaan we eens kijken of dat lukt. Het was voorheen gewoon een puinhoop altijd met de Vierdaagse, dat zult u ook wel weten. 4-5 rijen dik op het Keizer Karelplein, ja, dat kan niet langer zo. En ja, nu is de vraag alleen of het lukt. En wij doen ons best. Moet je als deelnemend taxibedrijf aan bepaalde criteria voldoen? Ja, je moet aan bepaalde criteria voldoen. Dus A, stratenkennis. B, moet je alle papieren in orde hebben. Die worden gecontroleerd, vrij regelmatig. Dat kan ik ook wel zeggen als het een beetje mee zit. Maar dat zijn de belangrijkste items. Dus stratenkennis plus de paparazzen, de goede papieren, moeten erbij zijn. Allemaal. Buiten het feit dat de auto's rijden dik staan, gaf het ook andere wantoestanden in de afgelopen jaren? Ja, er zal alles links en rechts zijn, alles klappen, gevallen en dat soort dingen. En dan wil ik niet zeggen dat dat niet anders gebeurd zou zijn. Maar ik weet zeker door de chaos die ontstond, door de vele auto's die ook van buiten afkwamen, was het niet meer te houden. Was het niet meer te houden, ook voor de politie niet. En we hopen dat we dat nou een beetje in kunnen dammen. Voorwaarde van de proef is dat elke taxionderneming in principe de kans moet krijgen om lid van de vereniging te worden. Dat kunnen ook bedrijven buiten Nijmegen zijn, zolang zij maar aan de kwaliteitseisen van de VKTN voldoen. Ondernemingen die geen lid worden, kunnen altijd nog ritten verzorgen tijdens de Vierdaagse Week. Daarvoor zijn er reguliere standplaatsen, onder meer bij het Centraal Station. Is de bedoeling dat er aan de Bisschop Hamerstraat standplaatsen komen? Is dat de enige plek? Ja, dat is de enige plek tot nog toe. De Smeetjesstraat die komt nog, ik hoop volgend jaar. En dan hebben we ook nog eventueel het Kalfkensbos en de Hertogstraat, misschien ook weer voor volgend jaar. Dat ligt eraan wie er op verkeer zit, dat weet ik niet. Ik hoop meneer Beert er nog een keer, maar dat heb ik niet voor het zeggen. Hoe is de animo van de taxibedrijven tot nu toe? Groot. Ik kan alleen maar zeggen groot, want hier alleen in Nijmegen en omgeving hebben we al 26 bedrijven die ingeschreven staan. En daar gaan we mee starten. Dus hebben we nog een week de tijd ongeveer om zich nog aan te melden, nieuwe bedrijven? Tot 8 juli, ja. Is het de bedoeling dat na de Vierdaagse Week samen met de gemeente geëvalueerd wordt? Er wordt iedere dag geëvalueerd, dagelijks. Aan het einde van de Vierdaagse, maar we dachten zo'n 14 dagen of 3 weken misschien daarna, want het lag aan de vakantie van de heer Beerte. Dan gaan we dus weer rond de tafel zitten en dan gaan we kijken wat we kunnen betekenen voor het hele jaar. Boven het nieuwe Café Rijboog zal Subwalk op 1 juli een grote muurschildering presenteren. De laatste week van juni zal Colin van der Sluis hier aan het werk te zien zijn. Deze muurschildering is de eerste van een reeks die onder de naam No Wall Too Tall in het Rijnbooggebied uitgevoerd zullen worden. Wat heb je zelf eigenlijk met het Rijnbooggebied? Ja,
tot heel voor kort natuurlijk weinig. Maar ik ben gebriefd toen ik deze opdracht kreeg. Dus alle informatie doorgenomen. Ja, wat dus de toekomstplannen zijn voor de wijk. En een stukje geschiedenis bekeken eigenlijk. En daarmee ben ik dan aan de slag gegaan voor hier. Wat voor elementen van Arnhem komen er in je muurschilderingen aan bod? Er komen elementen in van het heden. En ook elementen uit het verleden. Dus bijvoorbeeld de oude brug uit Arnhem. Aan de andere kant ook zullen er nieuwe gebouwen ingeschilderd worden. Wat natuurlijk kenmerkend is voor deze buurt. Wat uiteraard gaat verdwijnen over een aantal jaar. En ik wil de bewoners toch nog iets laten herinneren, zeg maar, voor zolang het kan duren. Dus dat is het plan. Waarom op deze specifieke locatie? Ze hadden een aantal locaties geprobeerd in Arnhem. Maar dat bleek moeilijk. En met toestemming van de gemeente en natuurlijk van de eigenaar van de broodjeszaak sowieso, werd deze muur gekozen. En ik moet zeggen, mooier kan het eigenlijk niet, weet je wel, qua centrale ligging. Dus dat is ideaal. Ja. Dat was vorig jaar augustus al een collega kunstenaar die aan de Weertjesstraat op tijdelijke bouwlocatie een tekening heeft gemaakt. En dit is permanent, maar in hoeverre was dat een aanzet tot dit initiatief? Ja, ik denk zelf, tenminste, ik woon zelf in Maastricht en daar is het moeilijk. Maar net als hier, als er iemand begint met een bepaald project, dat kan een wand zijn, of dan pas gaat het balletje rollen en worden mensen enthousiast. En eerst zullen ze natuurlijk iets kiezen wat niet permanent is, dat het toch nog safe is om weg te halen. En na verloop van tijd zien ze misschien toch een cultureel nut, of in elk geval een soort functie voor de buurt erin, om het te laten blijven. Dus ik vind het heel positief. Heb je al veel reacties gekregen? Ja, en vooral van hele oude mensen hier in de buurt. En normaal reageren oudere mensen een beetje bang, maar die vonden het echt geweldig, omdat het toch een grijze buurt is. En die denken van, god, mag er wat kleur in. En ik moet zeggen, tot nu toe alles enthousiast. Dus dat is prima. Ja. Is de bedoeling dat dit de eerste in een reeks is? Ik hoop het. Ik bedoel, laat het zo zijn dat dit in elk geval dan een heel positief voorbeeld is als het vrijdag klaar is. Omdat ze misschien denken inderdaad op locaties die toch zullen verdwijnen. Dat ze verschillende mensen uitnodigen die verschillend beeld kunnen maken. Dat lijkt mij wel interessant zelf. Ondanks de warmte vandaag, toch leuk om te doen? Fantastisch. Ja. Af en toe een fles water eroverheen en dan weer naar boven, weet je wel. Dus, maar ik vind het schitterend. Live painting. Je kan Colin aan het werk zien vanaf maandag 27 juni tot vrijdag 1 juli. De presentatie van de muurschildering is op vrijdag 1 juli tussen 5 en 12 uur 's nachts. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Heeft u tips? Wilt u de uitzending op DVD bestellen of nog een keer terugkijken? Surf dan naar kanaal 13.tv. Uitgekeken op de lichtflitsen en hagelstenen, blijf dan kijken naar Taxi in de stadsregio. Direct na het weerbericht hier op kanaal 13.